Gewoon kwantiteit ook. Dus mix kwaliteit met kwantiteit. En soms iets meer naar de kwaliteit, zo'n grote ideale klant is. En soms als je denkt: van ik heb deze nou tien keer een mail gestuurd, ik ben er klaar mee, stuur een laatste Loom. En daar hoef je natuurlijk niet uh, een uur over te doen. Dat uh, moet tien seconden duren. Sales, groei, leads, deals, closen. Allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van. De Smiley met dollartekens podcast. Ja, eerlijk, echt een waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter S., en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik Jordi Bron in de wereld van sales. Ben je al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes yes yes, daar zijn we weer Piet. Het is weer zover, weer een nieuwe aflevering van de Smiley met dollartekens podcast. Ik zeg het goed hè? Ik dacht ik laat jou dit keer niet zeggen. <laughs> ja, ja, je zegt het goed, je zegt het goed. Ja, uh, voor hoog. de luisteraars die luisteren via, via iTunes of Spotify of via de podcast app. Ja, je ziet Jordy nu niet. Ik zie hem wel, dus die kracht van video. Je ziet er goed uit, dus die is zeker aanwezig. Waar gaan we het eigenlijk over hebben vandaag? De kracht van video, wat een wat bruggetje. Hij heeft weer geoefend op zijn bruggetje hoor. Keurig. Ja, ja, ja. Nou, lekker gedaan Piet. We gaan het hebben over video. En dan uh, in het bijzonder, daar gaan we even zo focussen: Loom. L-O-O-M. Uh, dat is onze favoriete tool als het gaat om uh, videootjes. Um, leg jij eerst even kort uit wat Loom is. Nou, Loom, is, uh, Loom is een, een, ja, een SaaS-oplossing, een software waarmee je heel erg gemakkelijk videootjes kunt opnemen. Met één klik op de knop kun je vervolgens ook je scherm delen. Dus mocht je iets nader willen toelichten. wat je al een keer hebt aangestipt tijdens een eer, eerder gesprek. kun je dat heel erg gemakkelijk nog eens een keer opnemen. Op, door op de playknop te drukken en vervolgens op de, op de pauzeknop. dan is die opgenomen en heb je een, een, een videootje. Zeg ik ja. hem zo goed, Jorry Bron? Ja, Pieter dat doe je weer hartstikke goed. De, uh, inderdaad, de, de Loom-mogelijkheid. Uh, uh, Loom biedt de mogelijkheid, moet ik zeggen, waarbij je super eenvoudig in je uh, Chrome-browser. of uh, anders wel op je desktop-applicatie van Loom. Uh, inderdaad, een, een video kan opnemen die ook meteen een scherm. een screencast is, een schermopname is. Uh, dus het is anders dan wat. Uh, hoe heet het? QuickTime player, quick player of zo, de, de standaard-applicaties van je uh, op je Mac uh, kunnen. Uh, is dit een makkelijke manier om dus ook instructievideo's mee te maken met Loom? Uh, ze bieden namelijk de mogelijkheid om alleen je scherm te filmen, om alleen jou te filmen, of om beide te filmen. En dat laatste dat is vooral handig bij uh, korte uh, instructies, waarbij je uitlegt. Uh, wat, waar je moet klikken, of uh, ook uh, als je nou, misschien nog een offerte erbij wil pakken of zo, dan kan je die dus laten zien, terwijl je zelf klein uh, in beeld bent. Nou, maak maar de grap, want dat ben ik altijd, zeg jij dan. Klein in beeld, Jorry Bron. <laughs> ja, maar alle allergrootste groot. in beeld zien we nu niet, dus dat is goed. <laughs> nee, ik zit wat lager, ik zit ook in dit keer, oh. ik zit allebei in zo'n akoestisch telefoonhokje. Uh, ...maar uh, ik was even klaar met het staan. Dus het is dus niet dat ik klein ben, ik zit. Ik ben echt best wel lang, Piet. Ja, dat is ook <laughs> zo. Je groeit met de dag. Zit je in de growth service? Nee, <laughs> natuurlijk niet. Nee. Nee, um, uh, Loom. Uh, uh, dan weten we nu wat het is, maar waar zet jij het voor in? Waar zet ik het voor in? Dan ga ik hem gewoon opzommen. Ik zet hem in voor video's op LinkedIn. Dus dingen die ik eens een keer wil toelichten... In plaats van dat ik weer een lab tekst in vorm van storytelling plaats. Waar zet ik er nog meer voor in? Naar aanleiding van een online presentatie. Dus die tweede stap in ons salesproces. Hè, dus na het bellen die online presentatie. Daar wil ik nog als dingen verduidelijken of nog eens een keer aanstippen die ik heb genoemd tijdens die online presentatie. Doe het gewoon beter dan woorden. Video is daar gewoon vele malen sterker voor. Dus gebruik ik daar Loom voor. Ja, en ten derde, toch ook wel naar die strategiesessie. Ook toch nog eens een keer het voorstel doorlopen door middel van een video. De plouwdruk, de blueprint die we daar dan ook in uitwerken. In dat voorstel, in onze quiller. Dat we dat dan ook nog eens een keer nader toelichten. Ja, dus eigenlijk voor alle facetten in mijn funnel. En ook ja. nog eens de, ja, de webinar snippets die we dan bijvoorbeeld hebben. Maak ik ook bijvoorbeeld nog wel eens looms mee. Ja, dus daar doe ik heel veel mee. En jij? Ja. Alle facetten in je funnel, zoals je het zo mooi zegt... Uh, nou ja, ik, ik, uh, niet alleen daar. Uh, wat ik daar nog aan wil toevoegen aan jouw rijtje, is dat ik wel eens uh, bijvoorbeeld wekelijkse uh, updates, of maandelijkse updates eigenlijk in ons geval, uh, naar het team uh, opneem. Uh, instructies ook naar het team. Dus uh, wij werken met SOP's, Standard Operating Procedures, oftewel een soort van handboek. Uh, en daar, uh, die neem ik nog wel eens op, want iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheden daarbij. Dus uh, achter mij staat bijvoorbeeld uh, linkbuilding, heb ik laatst opgenomen. Dus wanneer zet je nou linkbuilding in? Waar moet je nou op letten? En uh, ja, wie, wie kan je daarvoor inschakelen bij ons? Dus dat zijn echt interne documenten eigenlijk meer, die dan dus in videoformaat opgenomen worden. Ja, en merk je dan ook reacties intern? Jo, Jordi, dit zegt veel meer dan tekst. Dit moet je de volgende keer weer doen. Nee, dat hebben ze absoluut nog nooit tegen me gezegd. Ja. Maar dat hoeft ook niet. Nee, maar de credits die kun je wel halen uit uh, de salesprocessen. Uh, dat we toch wel uh, daar wel complimenten over krijgen. Dat dat uh, een duidelijk, meestal noemen ze het duidelijk. Uh, dat, dat, nou, dat zie ik dan als een compliment. Uh, en het is ook weer een mooie reden om uh, toch wel even een iets persoonlijker contactmoment te hebben dan inderdaad een e-mail. Uh, dus meestal plakken we het videootje wel in een e-mail, want dat hebben we nog niet gezegd. Maar Loom biedt een hele leuke mogelijkheid om een animated GIF te maken van je videootje. Ja? Uh, waarbij dat dus clickable is en dan opent die ook meteen die link, uh, met die link dus een pagina op Loom. waar jouw videootje geplaatst wordt. En je kijker kan daar dus comments onder plaatsen, maar ook emojis uh, als een soort van reacties. Uh, en uh, wij kunnen, als uh, de, ja, degene die hem opgemaakt heeft, wij kunnen dan ook weer terugzien um, hoeveel verkeer die bekeken is, maar ook tot waar ze gekeken hebben, bijvoorbeeld. Uh, dus we hebben daar gewoon ook nuttige data uit. En dat is net of handiger dan een e-mailtje. Ja. Dat is een groot verschil. Want jij hebt mij uiteindelijk wel geactiveerd om het te gaan doen, en ik weet dat nog heel goed, volgens mij was dat. Ja, dat is nu denk ik uh, precies een jaar terug. Toen zei hij ook tegen ons tijdens de salesmeeting. Jullie moeten meer gaan doen met video. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Hey, ik heb het uiteindelijk opgepakt. Maar wat vind jij van de video's die jij me, van mij wel eens voorbij ziet komen, die ik dan zo opnemen in Loom? Wat vind je daar nou kenmerkend aan en waarvan zeg jij? Hey, dat kan misschien beter? Nou, de, 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 de ik vind die LinkedIn-video's die je maakt vind ik vaak wel, wel leuk. Ik moet zeggen, dat, dat zie ik niet helemaal mijn toegevoegde waarde van uh, Loom. Omdat jij dan. Uh, nou, soms laat je ook iets zien. Dus in die zin kan het. Maar ik vind daarbij de video's die jij maakt met gewoon je telefoon, gewoon uit de hand, uh, dat, dat vind ik echt authentieker op de ene of andere manier. Omdat dan Loom in die zin wel. Voorbereid voelt. Want je hebt een presentatie of je laat je scherm zien. Dus als het er lekker spontaan moet overkomen, dan pak jij dan wel eens je telefoon. Uh, en dat vind ik eigenlijk een mooiere manier om dus dat uh, voor LinkedIn te gebruiken. Als je nog iets wilt toevoegen, en vaak daar moeten we ook eerlijk in zijn: vaak faken wij dat ook. Dat we zo'n dus een reden verzinnen om uh, weer een Loom video op te sturen. Door bijvoorbeeld te zeggen, oh ja. Uh, en dat is dus in een loomvideo. Schoon we nog iets binnen. Uh, weet dat we dan en dan een speciale webinar hebben. Dus echt iets voor jou. En of een korting of zo. Wat we dan, uh, nou, we hebben trouwens nooit een korting. Maar dat zou je nog kunnen aanbieden in een loomvideo. Dus echt wel één op één. Op, op de man. Uh, dus niet massa, maar echt uh, gepersonaliseerd. Eén op één zou je dus zo'n aanbieding kunnen doen. Nog. Ja, ja, en ik denk, ja. En dan moet je dus wel inderdaad concreet zijn met een gerichte boodschap dat hadden we al ook even als voorbereiding natuurlijk gezegd... voor het opnemen van deze podcast. Als je een gerichte boodschap hebt... en je, en je hebt echt iets te vermelden... neem inderdaad zo'n video op. Want je kunt wel in vorm van woorden... inderdaad via de mail zeggen... ja, we hebben een, een speciale aankondiging... we nodigen je uit. Maar het is gewoon veel beter... als je dan gewoon een video opneemt. En het wordt nog eens gewaardeerd ook. Zeker. Ja. Adviseren ja. wij dat ook eigenlijk voor onze klanten standaard? Dat we zeggen, jullie moeten het meer met met video doen in jullie, in, op jullie socials. Wij hebben wel als videografen die we dan ook, video experts die we dan ook inschakelen, toch? Ja, dat is wel een heel ander kaliber, hoor. Je hebt uh, we zeggen wel vaak ook bij onze klanten dat er een soort van drie gradaties zijn uh, binnen het opnemen van video's. Is uh, één uh, cameraatje in de hand. Daar volgt loom ook onder, namelijk de meest Simpele versie, cheap ass. Kijk, de camera's op je telefoon worden ook steeds beter. Hè? Dus het kruipt steeds meer naar elkaar toe. Maar het middensegment heb je gewoon uh, goede apparatuur professionele apparatuur, maar waar je wel zelf mee aan de slag gaat, dus je kan met een autocue werken en dat is gewoon een, of een greenscreen, dat is echt middensegment en aan de andere kant van het spectrum heb je de videografen, echt de editors en de soms hele, hele cameraploeg en al, die gewoon op pad gestuurd wordt voor bijvoorbeeld een client case een mooi klantverhaal ja, dat is echt wel corporate style. Uh, wij zitten echt wel op die eerste, en soms op die tweede. Om dat bij onze klanten te implementeren. Want het is een balans zoeken tussen kwaliteit, maar ook kwantiteit. Dus je moet ook gewoon veel video's maken. en die het liefst dus gepersonaliseerd opsturen. En ik ben echt van mening dat dat onderschat wordt. Uh, dat we op die manier dus nog te weinig mensen eigenlijk. Uh, ja, op, uh, het, het nut laten inzien van uh, video's, omdat ze altijd denken dat het super moeilijk is, of super goed moet. Ja, het schijnt dus ook dat er een opmars is in uiteindelijk de, de, de LinkedIn-outreach in vorm van video. Word jij daar nou, veel door benaderd? Want ik heb dat dus nooit gehad. Nou, jij bent de founder van Red Panda, dus ze zullen jou wel targeten. Zie jij die wel eens voorbij komen in jouw e-mail of in jouw mailbox? En wat zie ik dan voorbij komen? Ja, dus een, een, een connectieverzoek. Je bent uiteindelijk connect... en dat er vervolgens een video wordt verstuurd. Oh, zo. Uh, nee, te weinig eigenlijk. Ja. eigenlijk bijna nooit. Nee. Is dat denk je nee. een kans? Dat is wel een kans. Tegelijkertijd zou ik... Kijk, ik geloof nu steeds meer in niet meer automatiseren... maar wel personaliseren. Dus echt één op één. En dan zou Loom perfect zijn daarvoor. Um, maar dat brengt me wel op... De stelling, Piet. Hé, hey, die hebben we niet voorbereid, maar die moet er wel even op reageren. Oh. De stelling is: ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Een beetje laat, normaal doen we aan het begin van de aflevering. Maar komt ie? Over vijf jaar gebruikt iedere business developer een video-opname-tool. Zo. Nou, dat brengt me ook gelijk op een nieuw business-idee. Als ik hier ja op ga zeggen, moeten we daar maar even over, de over, over na de podcast hebben. Nee, maar Jordi, ik denk het eigenlijk niet, want je zult uiteindelijk zien, daar ben ik ook van overtuigd, uiteindelijk echte seniors in het salesvak. Nou, ik ben vrij jong, daar kunnen we ook wel open en transparant in zijn. Kijk, weet je, ik doe het wel. Ik heb ook wel meer, eh, een soort van bord voor mijn kop en ik neem dat videootje wel op. Maar ik weet dat er ook genoeg ja, seniors zijn die ouder zijn dan ik, 20, 20 à 30 jaar ouder, en die zeggen nee, ik doe dat niet, want dat heb ik niet nodig en dat ga ik ook niet doen. Ja. En Misschien komt er ook wel een moment in mijn salescarrière dat ik ook zeg dat als ik 45 ben met rimpels op mijn hoofd, dat ik ook zeg ja, ik ga niet meer voor de camera staan, want uh, de, ik zie er niet uit. <laughs> nee. Ja. Nee, aannemelijk. Ik kan niet, vooruit, ik kan niet vooruitkijken, maar die kans is er. Ja, nou kijk, we kunnen een beetje vooruitkijken. De, tuurlijk, de, de stelling is iedereen. Nee, niet iedereen, maar dat het bezig is met een opmars, dat is wel duidelijk. Dat is duidelijk. Dus je, ziet, je ziet wel dat uh, steeds meer video gebruikt wordt. Ook bij onze klanten inderdaad. Die steeds meer video omarmen. Veel meer marketeers overigens dan sales. Uh, dat verbaast me nog wel. Maar ik denk wel dat... Uh, um... Kijk, en het is ook wel iets dat in het systeem moet zitten. Hè? Of eigenlijk... Het zit er bij ons eigenlijk... Kijk, en dan zijn wij best wel trendsetters. Voorlopers zou je kunnen zeggen. Hey, sla ik mezelf even op de borst. Maar... Ook bij ons is het toch wel vaak een ding. Uh, als je gewoon naast collega's zit die even aan het telefoneren uh, is, bijvoorbeeld, is dat alweer is het gewoon weer niet te doen. Dus je moet al een stilde ruimte opzoeken. Je moet toch even over nadenken wat je gaat zeggen. Um, en wat ik dan wel probeer te doen is max twee takes. Dus maak het niet te ingewikkeld. Ga niet een script maken of zo. Zeg gewoon wat je wil zeggen alsof iemand naast je zit of tegenover je zit. Eh, maar niet. Uh, je, je kan een blunder maken, dan doe je er nog één keer over. Maar je mag niet drie of vijf takes doen in, op zoek naar de beste. Het moet juist om snelheid gaan. En dat is de balans zoeken tussen die kwaliteit, die laag ligt bij een Loom. Maar dat is bewust, want autis, au, autoriteit en authenticiteit. Twee moeilijke woorden achter elkaar. Maar die dan inderdaad, het moet echt zijn en het moet dicht bij, je, bij je passen. Uh, je moet dus ook. Uh, nou, te zien dat je er verstand van hebt. en dat je er goed over nagedacht hebt. En dat is natuurlijk het doel van Loom. Met zo'n animated GIF. opent hij hem ook uh, vrij makkelijk altijd. De uh, open rate ligt heel, heel hoog bij uh, Loom. omdat ze het niet kennen. Maar dat gaat, denk ik, wel veranderen. Steeds meer mensen zullen eraan gewend raken. Ja, ik denk dat die verschuiving ook wel gaat plaatsvinden. En je ziet natuurlijk gewoon. Hè, dat de, ja, die opmars in video. Het wordt steeds meer gebruikt. En op LinkedIn zie je ook dat het. nou, ik zelf ook natuurlijk. Ik ga er ook gewoon in mee omdat je ziet dat de engagement rate, de betrokkenheidspercentage, juist gewoon vele malen hoger. Dus ja, dan ga je het ook vaker uiteindelijk gebruiken en inrichten. Maar over uiteindelijk, kijk, al ben je eh, een luisteraar en je hebt nog nooit wat gedaan met video in je salesproces. Ik vind wel dat je meerdere video's mag opnemen, zeker voor de eerste, keer, eerste keren. Totdat je denkt, nou, dit is een goede video en die verstuur ik dus voor die eerste paar keren. Doe het wel totdat je het gewoon goed vindt. Maar er moet natuurlijk ook wel een positieve ROI op zitten. Dus inderdaad, ga niet tien keer een video opnemen. Maar ik ben wel van mening, Jordi, dat als je net begint met, met video's... dat je het best wel een aantal keren mag proberen. En dat het ook niet in één keer goed kan zijn. En dat je er wel gevoel bij moet hebben en dat je niet moet denken... Het is wel goed, zo dus ik versturen hem maar. Ja, oké. Okay. Ik, uh, ik overdreef het misschien iets. Maar mijn punt is meer dat je bij dit soort loom in die eerste categorie moet zitten. Die lage kwaliteit-categorie. Dat klinkt oneerbiedig. Tuurlijk moet het waar zijn. Je moet goed over nadenken wat je zegt. Maar niet te. Want dan slaat, gaat het doel voorbij. Dan sla je de plank een beetje mis wat betreft uh, massa. Ja, je moet gewoon uiteindelijk uh, tien keer een zes doen. Uh, dat is meer dan één keer in tien, veel meer. Ja. ja, ik heb hier geen metrics voor, dus ik weet ook niet of het zo waar is wat je zegt. Maar volgens mij zit het op gevoel, toch, wat je nu aangeeft? Of? Nee, ja, kijk op gevoel. Ja, kijk, het is, je kan het wel onderbouwen, ook nog met data, als je daar op zoek bent, als in dat je in uh, een uur kan je 60 video's opnemen. Uh, oh, je kan er ook één uh, opnemen met mooie belichting en perfecte setting en een script en een autocue. Maar ja, ik ben er dus van overtuigd dat je met die 60 videootjes in de sales, en daar hebben we het natuurlijk over, meer bereikt dan één supergelichte video. Alleen, ik moet er al een disclaimer bij zeggen, dat je natuurlijk wel de, ook daarin goed moet inschatten voor wie je het opneemt. Kijk, heb jij nou maar. Eén kans bij de ultieme klant en is dat een corporate die je al super lang binnen wil halen? Ja, tuurlijk moet je daar meer tijd voor nemen. En dan ga je ook echt wel even goed erover nadenken. Maar dan nog zou ik overigens geen green screen doen, zou ik dat allemaal wel ja. laten. Ja. Uh, maar he, de, de algemene, de standaard klanten, daar moet je ook wel de, de flow in weten te halen. Dan moet je toch wel een beetje frequentie zoeken. Als in veel, gewoon kwantiteit ook. Dus, mix kwaliteit met kwantiteit. En soms iets meer naar de kwaliteit. Als een grote ideale klant is. En soms als je denkt: van ik heb deze nou tien keer een mail gestuurd. Ik ben er klaar mee. stuur een laatste Loom. En daar hoef je natuurlijk niet uh, een uur over te doen. Dat uh, moet tien seconden duren. Ja, nou, je toelichting deel ik voor 100 procent. Dus ik ben het helemaal met je eens volgens mij. Ja, fijn. Ik dacht even dat we 50 kregen hier in, in de podcast. <laughs> nou, maar volgens mij hebben we één overeenkomst met elkaar. En dat is video in je salesproces... is toch tegenwoordig wel need to have... voor iedere uh, business developer, toch? Uh, ja. Ja, need to have. Ja, goh, jeetje. Krijg ik nou zelf een stelling uh, voor mijn kiezen, Pieter? Dat was niet afgesproken. Ja. Nee, ja, need to have. Ja, ik, uh, ik, ik denk wel dat je op een manier... er echt wel iets mee moet doen, hoor. Uh, als je gewoon resultaten wil halen... is het zo'n mooi middel... om dus uh, echt een relatie op te bouwen. Al is het maar eenzijdig, hè, met zo'n videootje. Uh, je haalt er Het is gewoon even een ander... Een andere manier. Maar niet to have... Kijk, je kan ook succesvol zijn zonder. Dus in die zin is het niet een niet to have. Maar is het is gewoon een hele, hele mooie nice to have. Ja, en ik heb ook vaak genoeg wel dat ik denk... Ja, ik kan wel eindeloos gaan nadenken. Wat ga ik nu typen? Of ik neem gewoon even een videootje op en dan zeg ik het wel. Ja. ja. Heb je ook nog eens dat het gewoon beter overkomt? In mijn opzicht. Ja, het moet natuurlijk ook wel bij je passen. Jij praat makkelijk. Dat doe ik zelf ook. Tenminste, we vinden het allebei leuk. Dus dan is het natuurlijk ook wel... Ja, wat, wat makkelijker en toegankelijker. We hebben het ook wel eens bij klanten geïntroduceerd die dan zeggen het wel te gaan doen. Um, en dat gebeurt gewoon niet. En dat blijkt gewoon dat, al zeggen ze het niet hoor, maar dat ze er gewoon heel erg tegenop zien. Dus probeer het ook daarin simpel te houden. En ga dus niet constant denken: ja, het is niet goed genoeg. Het is, het is beter dan een e-mail. Zo moet je er naar kijken. Ja, maar voor ik En die e-mail e stuur alsnog, het is dus alsnog ook tekst, het is allebei. Ja. Hey, ik denk, te, ja, ik, ik wil ook wel eens wel die koude approach beginnen, of, uh, testen met, uh, met video. Laten we, ja. laten we het ook even op de to-do-list zetten. Dan gaan we dat ook oppakken. Nou, Business ja. Developer gaat er ook mee, in mee. Laten we een challenge met elkaar beginnen. Uh, ja. ja, nou, ook als je in contact wil komen met iemand, dan zou het ook voor koude outreach een mooi middel zijn. Ik doe het nu voor uh, mijn andere podcast, waarbij ik mensen interview. Uh, dan... Stuur ik een loom van, ik heb een goed idee, volgens mij kan jij daar super goed over vertellen, klopt dat? Dat is mijn loom videootje die ik daar zo op stuur. Uh, want dan, uh, uh, ja, dan, dan heb je de open rate te pakken, kan je meteen uitleggen in video. En we nemen het ook nog eens op, ook gewoon via Zoom, zoals we nu doen. Zoom met een Z, niet met een L. Uh, want dan uh, ja, hebben ze daar gewoon letterlijk een beter beeld bij. Ja, en ik denk ook wel dat het toch wel ook bijdraagt aan het uh, ja, winnen van vertrouwen. En volgens mij is dat ook iets wat we voor de volgende podcast moeten oppakken: ja. het Winnen van vertrouwen. Vertrouwen winnen. Oh, Piet, de koning van de bruggetjes. Wat ben je toch een heerlijke bruggenbouwer? Lekker hoor, hè? Want inderdaad, we gaan het hebben over het winnen van vertrouwen, zie ik in de agenda <laughs> staat Jezus, Waar je, je, haalt iets ze vandaan. Heerlijk. Ja, het is wel waar. Met video win je sneller vertrouwen. En. Dat is gewoon een feit. Dat je, ja. je personaliseert over. Ze zien precies wie er praat, met wie heb ik te maken. En het is nog eens oprecht ook. Ja. ja, nou laten we daar volgende week maar over verder praten. Dan gaan we het gewoon weer over Loom hebben. Kijk, dat bedoel ik. Gaan we het weer over Loom hebben? Wordt ja. vervolgd. Wordt vervolgd. Hartelijk nog Pietie. Hoi, hoi. <laughs> Jij wordt de beste business developer en ik hoop dat onze podcast daarna zal bijdragen. En dan wil ik maar gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review achter willen laten in je podcast-app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot volgende week.